Oké, geachte mede-Ajaxide, vanavond is de wedstrijd tegen Aston Villa. Sowieso, ten eerste is mijn vraag aan jullie. Wat denken jullie dat het gaat worden? Weet je wat mij is opgevallen dit seizoen, met name dit seizoen, vanwege alle bizarre slechte resultaten van Ajax? We houden onszelf best wel vaak voor de gek, is mij opgevallen. Begrijp me niet verkeerd, hè? Inclusief mijzelf, dat sowieso. Maar elke keer weer denken wij dat we de wedstrijd kunnen winnen en dan worden wij weer met de neus op de feiten gedrukt, weet je, ja. Dus ja, eigenlijk wat ik daarmee wil zeggen is, kijk, luister. Ten eerste, als je dit leuk vindt, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en natuurlijk belletje aanmaken. Kijk, als je mij zou vragen wat het zou worden vanavond tussen Ajax en Aston Villa, kan ik eigenlijk twee antwoorden geven. Of ik reageer met het Ajax bloed wat door mijn aderen stroomt, of ik reageer met mijn voetbalhart. Als ik zou reageren als Ajax vind, zou ik zeggen, ja, we winnen de wedstrijd. Want ja, dat is wat het is toch. We hebben onszelf zo vaak voor de gek gehouden dit seizoen. Maar als ik zou reageren met mijn voetbalhart en je zou me vragen, maakt Ajax de kans? Never nooit. Ja, weet je, kijk, we hebben het dit seizoen al zo zwaar. We hebben al letterlijk waar zoveel bloed, zweet en tranen laten vloeien. Zeg ik het goed? Volgens mij wel. Dus ja, weet je, erger dan dit kan het toch niet worden. Plus, laten we heel eerlijk zijn, we hadden niet slechter kunnen loten dan Aston Villa. Aston Villa is misschien wel de sterkste tegenstander in de Conference League. Ik ga gewoon met de dure huis vallen, jongens. Kijk, luister. Dit zijn de andere tegenstanders. Sturmgras, Lille, Molde, Club Brugge, Union, Fenerbahce, Dynamo Zagreb, PAOK, Olympiakos, Tel Aviv. Ja, natuurlijk Aston Villa, Servette, Victoria, Pilsen, Maccabi, Haifa. Damn! Maccabi Haifa. Bruh. Had ook makkelijk gekund, blijkbaar. En Fiorentina. Maar goed, ik zei dus, Aston Villa is de sterkste tegenstander in de Conference League. Maar dan heb je dus nog Fiorentina. Is ook een hele goede. Club Brugge, Dynamo Zagreb, PAOK, Fenerbahce, Union, Olympiakos. Eigenlijk wat ik wil zeggen is, Ajax heeft totaal geen kans tegen geen enkele andere tegenstander. Er is weinig positiefs wat we kunnen zeggen over Ajax dit seizoen. Behalve dan dat Brobbey echt een killer is geworden. Ik persoonlijk vind dat Rens dit seizoen zoveel beter speelt dan vorig seizoen. Hato is een heel gruwelijk talent. Zelfs Taylor dit seizoen doet het een stukje beter. Ja, wat heb je nou? Ja, we hebben Henderson. Maar ja, ik heb, weet je, hij moet nog wat meer wedstrijden spelen voordat ik daar echt een mening over kan geven. Ja, Sotalo is een regelrechte ramp. Kaplan, vorige wedstrijd heel goed gepresteerd. Trouwens, eventjes dat terzijde, hè. Wat mij wel eens opgevallen is, trouwens, hè. We geven, ik weet niet of het komt door dit slechte seizoen, maar we zijn heel snel met het geven van een mening. Bijvoorbeeld Marta. Kijk hoe goed hij was begonnen aan het seizoen. Iedereen zat er maar 1 à 2 wedstrijden meteen op te hemelen. Nu heeft hij een paar wedstrijden slecht gespeeld. En nu wordt hij uitgekotst. Snap je wat ik bedoel? Wat ik wil zeggen is, Kaplan, vorige wedstrijd goed gepresteerd, maar laten we voorzichtig blijven. Laten we gewoon rustig blijven. Laat hij eerst een paar wedstrijden constant op dat niveau spelen. En dan pas kunnen wij gewoon echt een goede mening geven. Voordat het weer uit de hand loopt, weet je. Maar goed, voordat ik verder afdwaal, we hebben dus de wedstrijd tegen Aston Villa. Aston Villa op dit moment staat op plek 4 in de Prem. En dat is gewoon echt bizar goed. En niet alleen dat, wij hebben grotere problemen. Aston Villa heeft namelijk Ollie Watkins. Ollie Watkins heeft dit seizoen 16 doelpunten gemaakt voor Aston Villa. Dat zijn er maar 2 minder dan Haaland, de topscorer van de Premier League. Plus, Aston Villa heeft Diaby en Bailey. 2 van de meest snelle vleugelaanvallers van de wereld. Laten we gewoon heel eerlijk blijven met elkaar. En gewoon de waarheid aan elkaar vertellen. We maken gewoon totaal geen kans. Bruh. Dat is gewoon wat het is. Hopen is een heel ander verhaal. Ik hoop tuurlijk dat Ajax wint. Dat is wat anders. Maar als je gaat kijken, van de laatste 5 wedstrijden heeft Aston Villa er 4 gewonnen. En als je gaat kijken naar Ajax, de laatste 5 wedstrijden, 1 gewonnen, 2 gelijk gespeeld, 2 verloren. Dus als je mensen vragen, maakt Ajax een kans tegen Aston Villa? Hou op. Dit is mijn opstelling voor de wedstrijd tegen Aston Villa. Ramai, Sosa, Hato, Kaplan, Rens, Van de Bomen, Henderson, Taylor op de 10, Linson, Brobbey, Berghuis. Dit zijn mijn 11. Maar goed, ik heb geen idee wat Schip gaat doen. Want, ja man. Oké, dus luister. Mijn voorspelling. En nogmaals, ik ga 2 voorspellingen geven. Eentje met het Ajax bloed wat door mijn aderen stroomt. En eentje met mijn voetbalhart. Als Ajax fan, denk ik dat Ajax gaat winnen met 3-2. Maar als ik ga praten met mijn voetbalhart, dan denk ik 5-0 voor Aston Villa. Bruh.